Vandaag gaan we een nieuw DSM opstarten. Precies hetzelfde recept zoals we in de reader hebben staan. Ik begin met 100 gram water. En nauwkeurig afwegen. Verder 75 gram roggemeel, biologisch, van de molen, gaat erbij. Verder ook nog 25 gram tarwebloem, ook weer biologisch, van de molen. En dan roer je door elkaar. Dan krijg je een mooi egaal papje. En dat zet je 24 uur weg bij kamertemperatuur. Vandaag dag 2 van de DSM-starter. Even kijken of het al iets gedaan heeft. Nog niet heel erg veel activiteit. Vandaag gaan we er weer bij doen. 100 gram water. Water op kamertemperatuur. Even goed door. En dan gaat er vandaag bij 50 gram roggemeel en 50 gram tarwebloem. En dan zetten we het weg, weer op kamertemperatuur. Het dekseltje laat ik er meestal een beetje los, dat het een beetje kan ademen. En eventueel een theedoek erop tegen de lichtjes. Vandaag dag 3 van het voeden van een DSM. Kijken of hij iets gedaan heeft. Al behoorlijk wat. Je ziet al echt de luchtbelletjes. Hij is echt aan het reizen. Echt behoorlijk wat activiteit. Vandaag gaat erbij 100 gram water. Even goed roeren. En dan gaat bij 25 gram rogge en 75 gram tarwebloem. En dit mag weer 24 uur staan op kamertemperatuur. Vandaag dag 4 van het opstarten van een DSM-starter. Kijken wat hij gedaan heeft. Heel erg veel. Hyperactief lijkt hij wel. Ligt misschien ook aan de temperatuur. Het is hier nu ongeveer 24 graden. Dus het kan zijn als het kouder is dat het minder actief is. Maar dit is heel erg goed al. We hebben nu 600 gram DSM-starter en dan gaan we 300 gram van afwegen.
300 gram. De rest gooien we weg, hebben we niet meer nodig. Die 300 gram, die gaan we weer voeden met 100 gram water. Dan roeren we weer door. En we voeden nu met 100 gram tarwebloem. Dus de roggen voeden we niet meer mee. En dit zetten we weer weg bij kamertemperatuur. Vandaag dag 5 van het opstarten van deze starter. We gaan er weer bij doen. 100 gram water. En 100 gram tarwebloem. Dus we laten de roggen weer helemaal achterwege nu. Roeren dit weer goed door. En zetten weer weg bij kamertemperatuur van 24 uur. Dag 6. Eens kijken of deze bekwaam is om mee te gaan bakken. Actief. Dus dit is klaar om deze brood mee te gaan bakken.